Yo kijkers van Kwartier van Zier, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En we gaan eindelijk weer eens Minecraft Survival opnemen. En sorry dat het zo lang heeft geduurd, maar eigenlijk hadden we eerlijk gezegd allebei niet heel veel motivatie om die hele server opnieuw te gaan bouwen. Nee, want het was gewoon helemaal kapot. Ja, en daar waren we best wel teleurgesteld in en we wisten ook niet zeker of we doorgingen met de Minecraft Survival. Maar we hebben een hulpje ingeschakeld en we gaan nu met z'n drieën gaan we de hele wereld opnieuw opbouwen, zodat we de volgende aflevering weer lekker door kunnen. Want nu komen we eigenlijk pas bij het leukste van de hele survival, die end en alles ontdekken. En ja, dat is juist het leuke van de hele survival, dus daarom willen we toch doorgaan. En gaan we dus nu met z'n drieën de hele wereld opnieuw opbouwen. Nice. Vandaag gaan we even alles opbouwen, maar dan wel in creative natuurlijk. Ja, het heeft een tijdje geduurd voordat we gingen opbouwen, maar ja, eigenlijk heeft niemand hier zin in. Ik niet, tenminste, om dit allemaal terug op te bouwen, al het goede werk. Maar ja, hè? Moet een keer gebeuren. Dus we gaan alles in creative terugbouwen en ja, de chesten gaan we refillen en dan is dat deze aflevering. En ik heb de glijbaan al gemaakt. Heb jij de glijbaan al gemaakt? Yes. Chill. Nou, ik ga beginnen met het huis op te bouwen. Ik heb geen idee of dat goed gaat en zo, maar ja, we gaan er gewoon mee beginnen. Wat ga jij doen, Tuur? Ik ga jou een beetje helpen hier. Nice. Als er nu comments komen, hè, dat... dat we een survival hadden moeten doen, dan ben ik echt mad. Ja, ik ook. Ja, hier zat... Ja, dat alleen. Hè? Hier zat dat, hè. Ja, op die rand, klopt. De randjes zijn van steen. Ja, dat weet ik nog. Haha. Chill. Chill, chill, chill. Dit gaat wel lekker hard. Ja, dit huis moeten... Oh, oh, oh. We vergaten. Blablabla. We vergaten in blokken. Weet je wat ik echt irritant vind? Nee? Die glass paint opbouwen. Oh! Dat is echt gewoon het naaste werk wat je kan doen. Ja. Oké, dat is misschien overdreven, maar ik vind het echt kut. Dat is net zoiets als die carpet leggen op een farm. Oh ja, dat had ik trouwens ook al gedaan. Ach. Oh, trouwens, ik ga deze blokken weghakken hier. Welke blokken? Oh ja, dat was ook... Oh, Tura, je moet ook dieren spannen. Want ze hebben onze dieren weggejaagd. Hoeveel ongeveer? Ja, doe maar gewoon een beetje... We gaan niet alles exact precies hoeveel we hadden. Want dan moeten we precies in de afleveringen gaan kijken. En dat kost ons echt te veel tijd. En ja, we willen gewoon snel door met de survival. En dan ja, willen we niet opgehouden worden door opbouwen, zeg maar. Want dit is allemaal verloren tijd. En dat vinden we heel jammer, maar ja. Precies. We gaan gewoon een beetje ongeveer terugbouwen. Oh, de chesten zijn echt helemaal gewoon leeg. Dit groeit gewoon... wel weer, denk ik, toch? Ja, ja, dat is goed. Mm. Je hebt één blokje gemist. Oh. Turkey. Ja, Turkey. Nee, niet gemist, maar... geklikt. Misklik. Oh. Hier was de deur al weg. Oké, dan is het goed. En dan hier. Tuur, weet je nog van dat als je op dat scroll ding klikt? Ja. Oké, chill. Ja, dat want dan ook. Krijg je het item meteen in je handen en hoef je het op te zoeken. Maar dat gaat inderdaad niet met die dieren. Zo, dat is goed. Dit moet weg. Ik weet trouwens echt niet hoe lang deze aflevering gaat duren. We willen eigenlijk gewoon één aflevering alles opbouwen, zodat we de volgende aflevering gewoon... Oké, dat is wel genoeg. Weet je dat ik echt gewoon... Ja. Deze muis is echt irritant, maar dat maakt niet uit. Want ik ben echt steeds mis aan het klikken. Zo, jij gaat het ook al goed zo te zien? Ja, ja. Zeer goed. Wat ben jij aan het opbouwen? Ja, hier ook een beetje die glass panes. Glass panes. Gaat wel lekker snel. Mm-hmm. Ja, en hier hebben we trouwens ook een hulpje die meehelpt. Een hulpje? Ja, precies. Dat is wel handig. Ja, want anders is het echt te lang. Klopt. Tuur, ik geloof dat chest room weer een beetje intact is. Alleen de chesten zelf nog niet, snap je? Dus we moeten ooit die chest weer terug gaan bouwen. En alles erin doen wat erin zat. Ja, en dat doen we even off-cam. Want ik denk dat het niet zo leuk is voor jullie om te kijken. We zien wel hoe ver we gaan komen en zo. Dat was trouwens van kwarts gewoon. Ja? Ja, dat was gewoon van kwarts. Oh. Over kwart.
Oké, wow, Tuur, ik ben er even helemaal goed. Oké, Tuur, de kwarts, inderdaad, waar zat de kwarts en waar niet? Ja, hier allemaal zat kwarts. Dat weet ik nog. Ja, klopt. En de daken en de vloeren waren van die stone bricks gemaakt. Oké, chill. Yes. Oké, dan help je even. Oh, en trouwens, die boekenkast, oh, die is alweer gemaakt. Ja? Ja, jij hebt ook buiten de aflevering een beetje gebouwd, of niet? Ja, een klein beetje soms. Een gat opvullen. Sorry, ik wil je niet onderbreken, maar ik geloof dat dit niet helemaal klopt. Het was zeg maar... ja, eigenlijk boeit het ook niet. Ja, nee, dat klopt niet. Kijk, het was zoals hier. Dus hier moet de bovenkant moet glas zijn. Snap je? Zodat je zo'n soort slang krijgt. Zie je dat? Zo, hey, omhoog, omlaag, hey, omhoog. Dus dan moet het hier... Hè? Ik weet niet hoe ik dat had gebouwd toen. Zie je dat niet aan de overkant? Zo? Ja, ja, dat er. Ja, dat bedoel je zo. Ja, ja, dat klopt. Zo bedoel je een beetje. Ja, ja, zeg maar niet helemaal op de grond. Je moet helemaal vierkant gebouwd. Oké, okay. Ja, dat zal wel. Weet je, het boeit me eigenlijk. Ik heb je bed ook alweer gebouwd. Ja, dat bedoel je. Tuurlijk, ik weet niet of dit klopt, man. Dit ziet er echt vreemd uit. Boeit het? Ja, dit moet... Nee, ik weet niet hoe dat moet. Ik weet niet hoe ik dat toen had gebouwd. Oh nee, ze hebben ook dit kapot gemaakt. Zullen we dat dan maar weg doen? Ik zou dat gewoon afbreken als ik jou. Het was echt heel erg niet om dat te bouwen. Ja, gast, ik zat er onder water. Ik ben niet zo'n 3 keer dood gegaan hiervoor. Oké, okay, jongens, ga even de regen uitzetten, want ik heb te veel werk. Ja, want zeg maar, Ties heeft zijn laptop meegenomen. En ja, zeg maar, nu moet af op een crack laptop spelen. Ook gewoon op mijn eigen laptop, maar niet eens zo, niet zo plezant, hè. Wat is hier allemaal weer gebeurd? Ik weet niet wat er allemaal is, maar het komt allemaal goed. Ik heb even night vision. Oh. Oh. Dus goed is wat nu... Zo, dit is al een stuk beter. Oei, dat ziet er wel zo uit. Ja, want anders kan ik gewoon niks zien. Ja, het ziet er ook wel cool uit. Wat is dit hier allemaal? En jongens, ik heb trouwens een Discord. Het linkje staat in de beschrijving. Dus als jullie die willen joinen, dan zou dat heel leuk zijn. Want dat is een... Wat is ja? Discord? Discord, dat is een soort communicatie... channel, om het zo maar te zeggen, waar je met heel veel verschillende mensen kan gamen of kan praten gewoon. Een soort Skype, alleen al voor gamen. Ja, en je kan ook facecam en zo aanzetten en dat is wel leuk. Oeh, en je kan je scherm delen. En dat is wel leuk, dus als jullie willen, kunnen jullie altijd joinen. Dus, gezellig. Linkje staat in de beschrijving. Lekker gamen met nee. Oké, okay, ik heb even een nieuwe night vision ingenomen voordat hij dadelijk uitlegt. Ja, fuck that. Zo. Zou de nether ook kapot zijn? Nou, de nether boeit me eigenlijk niet zoveel. Zo'n onderwereld al niet veel hebben gebouwd. Was wel dan eigenlijk, maar we zullen ook echt nog wel, als we normaal gaan opnemen, weer dingen tegenkomen die kapot zijn gegaan. Wow, kijk dan! Ik kan gewoon helemaal onder water kijken. Damn. Door night vision? Ja. Holy shit, super cool. Ja, en kijk, onder water kan ik minder zien, maar ook veel. Ah, logisch. Dit klopt allemaal niet. Dit had ik toen heel mooi gebouwd. Nee, en hier hadden we iron doors, maar zullen we hier nu andere deuren van maken? Want ik word er echt helemaal gek van. Ja, laat het gewoon open. Nee, dat is... Nee, dan komen er zombies in. Doe er iets mee wat je leuk vindt. Mij maakt niet zoveel uit. Een beetje strandgevoel. Lekker strandgevoel. Nee, dit past er gewoon niet bij. Tuurlijk, wat ben je aan het doen? Ja, kijk, nieuwe deuren erin aan plaatsen, maar deze past er gewoon niet bij. Ja, ik vind op zich wel een beetje cool. Hey, ik zie Luna rennen. Ja, ik ook. Hoi, Luna. Hij is met zijn touw aan het spelen, wat lief. Zo, 74 items. En hier zijn trouwens mee te spullen. Hallo. Hallo, schaapjes. Schaapjes? Sweet. Oké, dat is kut. Hier, even broeden. Een beetje broeden. Zodat ze meer kindjes krijgen. Precies. Oh, daar komen kindjes al. Goedemorgen, kindjes. Ik wil
ik hem gewoon in mijn hand. Nice. Natuurlijk, ook overal de deur is geplaatst. Het moet weg. Ja, precies. En trouwens, ik weet volgens mij hoe ze TNT konden maken, want hier staat gravel. Ja, I see it. Maar ja, er stond, of ja, er was ooit gras. Dus ik weet niet precies wat er is gebeurd, maar er is iets fout gegaan. Tyssenhuis is hier of zo. I don't know. Wacht, even. En ik zie hier alle schapen, die zijn zwart, dat is echt cool. Ja, ik had die sheep in elkaar gespand. Mm-hmm. En toen kregen ze dezelfde kleur. Nice. Huh? Ik vind het eigenlijk, weet je, ik vind de ingang van ons huis echt fucking lelijk. Ja, ik ook. Maar ik weet niet hoe het was, want toen was het op zich best wel oké. Niet mooi of zo, maar oké. Zoals onze hele Minecraft. Maar mijn wc ook. Oh, is die wc weg? Ja, die heb jij weggedaan. Oh, ik dacht die andere mensen die onze server hebben. Jij hebt mijn wc ook weggehaald voor wood en plaats. Ja. Ik had zo'n villager huis. Een nieuw huis, maar maak maar een nieuw huis. Echt zo'n OG mensen die weten wat we gewoon bedoelen. Wat is OG? Mensen die al lang kijken. Ah. Net zoals een OG player. Jij weet echt meer dan ik. Jee. Hoor je dat? Nice. Ik heb echt al 2 keer dingen gevraagd die ik gewoon niet weet. Maar ik ben zo'n game girl. Ja, ik ben wel een game boy. Geen game girl. Oh, hier is al wat aan het groeien. Chill. Kunnen we dit niet beter weghalen? Wat? Dat alles. Die lava. Nee, dit is ons mine huis. Laat het maar gewoon, want dit is de weg naar onze mine. Laat het maar gewoon zo. Je kan het wel wat mooier maken als je dat wil, als je daar behoefte aan hebt. Maar... Ja, we gaan wel wat dingen aanpassen, maar niet al te veel, zeg maar, dat het echt zo is van we gaan nu diamonds inschieten. Nee, zo gaan we niet doen, maar we gaan wel een beetje alles aanpassen. We proberen gewoon het exact te doen zoals het was, alleen dat is, weet je hoe moeilijk dat is? Want we hebben niet opnames van alle inhouden van de chest, ja, ik weet dan echt niet hoeveel het allemaal precies is. Maar we gaan het gewoon op de gok doen, dat komt echt wel goed. Ja, die ingang, doe daar maar iets mee, want ik vind het echt lelijk. Dat heb ik net gebouwd, dus ik blame mezelf hiervoor, maar... Hey. Maar het is niet uit. Kan dit trouwens weg? Wat dan? Dat hier. Doe je... Huh? Ja, dat heb jij toen gedaan, zodat als ik in de nether liep, dat het dan fout ging. Dus bouw dat gewoon dicht, want anders val je daar straks in. Ja, alleen nu maakt het net zo uit, maar dadelijk. Ja, daarom. Als we ooit nog eens naar de nether gaan. Die ingang. Ik ga hem proberen op te klappen. Gaat me niet lukken, maar dat maakt niet uit. Oké. Dan kom je daar maar kijken en dan is het nog steeds even lelijk als van tevoren. Maar zijn er gewoon 5 minuten voorbij. OG sites. Oh. Ja, zoiets was het. Kijk, zo. Ook lelijk, maar nee. Eruit gaan. Ken je dat idee dat je al de hele dag hetzelfde nummer in je kop hebt? Ja, ik had gisteren iets in mijn hoofd, maar ik weet nu gewoon niet meer wat. Oh. Heb je ook vaak hetzelfde nummer in je hoofd? Ja. Dat is echt irritant, hè? Yep. Oké, de ingang is nog lelijker voor. Oh. Nou, dat klinkt goed. Yes. Ik ben er ook echt trots op. Ja, dit is echt gewoon niet te doen lelijk. Vind je dat erg? Nee. Ik heb alleen nog een deur nodig, zal ik eens een leuke deur gaan zoeken. Door. Ja, ik vind de iron deuren wel het beste erbij passen eigenlijk. Oké, dan doe je dat toch. Lekker. Lekker doen. Ik kom nooit uit mijn inventory als ik in game mode zit. Wat? Wat is dat? Iemand heeft volgens mij een jukebox gespand. We willen dit wel een beetje snel doen, want we willen ook weer gewoon gaan survivalen. Ja, daarom proberen we het lekker allemaal deze aflevering af te krijgen. Maar we zijn goed bezig. Ja, het heeft vooruitgang. Zo.
En jongens, laat even weten in de comments of jullie ook vakantie hebben. Want ik heb namelijk nu vakantie. En morgen ga ik echt op vakantie. Er komen waarschijnlijk ook vlogs van. Dus check die zeker even dan. Waar ga je heen dan? Sevilla. Sevilla. Ja, ik ga niet mee op vakantie. Nee. Dat is... Ik ga lekker met papa en mama. En ik blijf gewoon thuis. En ik ga door wat leren. En ik ga wat dingen doen met vrienden. Bij, want vakantie duurt nog maar een weekje. Oh, nee. Daar ging Sweet Banana de nader. Oh, nice. We need to go deeper. Dat is zo'n achievement. Ja, omdat de nader zeg maar de onderwereld is en onder is diep. Snap je? Ja. En nu? Ik doe het eigenlijk niet. Oh, die island door. Zet Game of Two Spectate omhoog. Nice. Ik ga beginnen aan de chest. Ik heb geen idee waar ik moet. Ja. Ik kijk even op je iPad. naar onze video. En dan gaan we eens kijken hoe alles is ingedeeld. Die chestenkamer, snap jij? Want we hebben een video gemaakt. Chestenkamer indelen of zo. En dan weet ik welke chest ik allemaal moet maken. Hoef ik het niet opnieuw te verzinnen. Goedemorgen. Hoi Roy. Ga jij maar gewoon door. Ik was Roy een video aan het kijken van Resident Evil. Dat is zo'n horrorspel, dat is wel leuk. Ik heb het zelf ook gespeeld, dat was wel grappig. Oh ja. Ik ga eens doorspoelen en eens even kijken. Oh, toen was het kerst, want die chesten zijn toen in de vorm van cadeautjes. Quite nice. Oké, dit is wel beter. Nu is er wel meer plek. Nice. Ja, hier ben ik de chest van. Oké. Wat is dit ook? Oh mijn god. Wat is er nog te renoveren? Vrij weinig, denk ik. Er is volgens mij niks meer te renoveren. Nee? Nope. Ja, ik ga nu beginnen aan de chestkamer. Ja, dan moeten we nu eventjes de chestkamers gaan doen. Yes. Ik ben nu aan het kijken naar de video. Hadden we nog vast? Oh nee, ik heb een andere video aangeklikt. Dat is echt zo. Oh ja, dat is een jukebox, maar we hadden geen jukebox. Ja, dan verwijder ik hem. Oké. Wow, dit ziet er vet uit. Kijk hier. Nice. Super cool. Dat is een anvil met een torch. Oh, ik snap onze video niet. Hey! Ik gooi een steen tegen je aan. Kijk hier. Hey. Boom. Oh, Tuur drinkt gewoon. Hij hoort me natuurlijk niet, maar... Oh, Tuur, hoe gaan we dit doen? Weet jij nog hoeveel diamonds we hadden en zo? Dat zit er allemaal nog in. Nee, dit is echt niet alles. Jawel. Nee, waar is het redstone en zo dan? Die hadden we gebruikt voor de glijbaan. Ik weet het niet. Ik moet het even gaan checken. Want we hadden veel meer dan 13 diamonds. Veel meer. Nee, we hadden diamond armor gemaakt van en waar is dat heen? Alles is weg, Tuur. Nee. Ah, ik weet niet. Ik weet niet waar we moeten beginnen. Ik vind het echt lastig. Dus kan je het eruit halen. Ja, wie zit hier nou? Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ah. Kom dan. En maar. Irriteer jij ook? Hey. Ben je aan het vechten? Ja, ik doe wel de chestkamer. Ga je lekker onzin doen of zo? Yeah, oké. Okay. Jongens, kom, we gaan onzin doen. Oké, okay, we gaan even hier glas. Hier, lekker. Hier, zo. Dan gaan we hier. Tuur, nee. Niet de server verpesten, dat bedoel ik niet. Ik haat jou. ik ga een full chest maken en drop ik gewoon wat in. Goed. Goed. Ik doe gewoon
random dingen bij Pixelrij. Ik doe ongeveer... Eruit. Ik doe wel gewoon wat. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ga hier kippen. Ja, dat zei jij, dus dan ga ik het toch ook doen. Yes, leuk. Hier, kom, we gaan kippen spannen. Jongens, dat wordt een kippenbom. Willen jullie een grote rok? Een grote rok. Eruit! Oh, dan zijn de signs wel weg. Ik kan echt niet omgaan met dingen. Lava. Zijn de kippen ontsnapt? Ja. Ja, oké, kippies. Jullie mogen blijven. This one needs to die. Kindvriendelijke video. Oh ja, ik ben die iPad. Die heb ik even allemaal nodig. Ik heb hem niet. Oh. Oké, kippies, water. Tuur. Heb jij hooikoorts? Ik niet. Ja, ik wel, want ik heb eigenlijk nog niet gezien dat ik de zeker niet had. Ja, ik heb zeg maar wel astma. Ik ben dus voor bijna alles allergisch. Het is wel fijn dat we bijna al klaar zijn. Ja. Zat hier in het midden geen redstone of ben ik gek? Nee, dat is wat laat is. Ja, en hier zat nog zo'n blok. Oh. Nee, dat klopt niet. Echt niet. Ik ben alleen. Zie je? Ja, misschien kun je echt helpen met de chest. Ik heb die eigenlijk al heel veel jaar. Die is nu een scheef. Mag ik die vast worden hier? La 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 la. Oh, heb je iemand vermoord? Help hem! Hij zette mij de hele tijd in game mode 0. Ja, dat verdien je. Wat ga je doen? Ik heb zo het slechts kookmaat nog, hè? Ja. Is dit de torskin? Is dit de torskin? Nee, dat is een kip. Oh. Tiel, wat hebben we ongeveer zoveel steen, denk je? Ja. En ongeveer zoveel deugd. Wel, hè? Ja. Kijk, die dingen, dat klopt wel ongeveer. Maar hoeveel diamonds worden, ja, weet je. Ik heb geen idee, ja. We doen er 7 bij. Ja, zoiets. Maar ook kwart. Zou ik er 2 stekjes van doen of zo? Hoe moet je gelijk een stek pakken? Shift. Oh, ik heb het al. We hadden geen stek. Nee, maar dat is fijner, want dan kan ik er 7 bij doen. Zo. Sign. YouTuber. Wat? YouTuber. Ik ben geen YouTuber. Wie heeft er nou de. Tuur, die kippen. Oh. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft die. Wat een klojo. Een klojo. Jij. Tuur, wat ging ik doen? Oh, je net. Schminkel. Ja, Botas. Waarom boos je niet? Zit hij in game mode? Zit hij ook in game mode? Ja. Ja, dan kan je toch niet dood. Waarom schiet hij niet? Slash kill. We schieten niet op elkaar, we schieten op de kippen. Oh. Kindvriendelijk, schippen nood. Hadden we ook hout of zo? Waarschijnlijk wel. Hout. Sorry, ik ben die kip aan het schieten.
Ik heb ook een desk in mijn inventory. De kippenkamer 2.0. Goed. Je pakt wel twee stapjes van. Afke, niet komen! Wat? Niet komen! Nee, ik ben niet zelf een klein bij de chest. Nog steeds. En niet op mijn beeld kijken! Zo, kijk. Wat ben je allemaal aan het doen? Nou, dat zag je volgens mij. Een beetje veel. Nee, 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 kom op. Kippies! Zoveel mogelijk kippies. Op Afke's bed. Ja! Jas. Nee! Dat zijn typisch groep 8, zijn jullie leuk. Trolletjes. Niet kippen dood. Tuur. Nee. Nee. Hij maakt de kippen dood. Ah. Houtblokken. KFC. Dynamite. Oh, TNT. Die heb je ook vaak in jou. TNT. Afke, kijk in deze kamer. Kom eens langs lopen. Sorry, ik ben ingenieten. Oh, damn, Tuur, wat had de kippenkamer? Laat die gewoon zo. Oei. Ja? Echt? Ja. Mag het? Dan is dat een herdenking aan de slechte tijden in onze Minecraft Survival kippenkamer. Als je hier langs komt lopen met een lagcomputer. Oh. Oh ja, zoals mij. Jongens, moeten jullie dat geluid horen? De kippen vliegen overal. Vliegen niet omhoog. Ik ga dadelijk gewoon kijken hoeveel kippen er zijn. Wow, jee, mijn groep is spannend er opeens. Oh my god! Kijk hier! Afke! Ja, dat is gewoon één kussen van kippen. Hallo kippies! Kijk, ze doen van mij gewoon! Ik doe niks! Afke! Afke! Ik lag super erg. Kan je alle kippen even verbranden? Oké! Tuur, kan je even alle kippen... Tuur, ik kan niet eens mijn chest openen! Oh. Tuur, ik heb super lag. Oh nee! Nee! Afke! Afke! Kijk hier! Alle kippies! Oké, nu ga ik toch wel meer spannen. Ja, de volgende keer zit je toch wel op een goede computer. Dat hoef je dan maar, hè? Nee, tuurlijk, nu even niet, want ik kan echt die chesten niet inladen. De kippenkamer 2.0. Als je hier binnen komt lopen in het huis en dan hoor je gelijk kok kok kok. Ja echt. Ja, zal ik het proberen. Ja, kijk al die kippies hier staan. Hallo kippies. Fun. Oh, ze lopen over de pressure plate. Arme George. Tuur, ik denk dat ik klaar ben met de chesten. Bijna. Okay, nee. Dus... Slash best. Wat is dat? Ja, dan kan ik zien of er nog spelers in de server kunnen. Oeh, en wie kan dat? Jij en ik. En... Sweet banana. Sweet banana is weg. Hoe moet je dat erop plaatsen? Nee. Tuur, ik ben klaar. Wat vind je daarvan? Goed. Nou, gooi even al je spullen weg die je in game mode hebt gepakt en zo. Kippenkamer.
En dan pak ik het knop. Zo, oké. Dat kan ik heel makkelijk doen. Zes keer, nou. Wat? Damn. Het 170 item. Oké, we gaan bij de cappies afsluiten. Ja, ik ben nog niet. Ja, oké. Nou, jongens, bedankt voor het kijken. Deze cappies hebben al de video geliked. Als jullie dat ook even willen doen, dan zou dat heel leuk zijn. En de volgende keer hebben we weer een normale survival. Want ja, nu hebben we alles weer opgebouwd. Dus de volgende keer gaan we lekker verder. En dan gaan we langs naar die end, jongen. Yeah! Hey! Met de cappies. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!